Wat waren nu eigenlijk de plannen van Nazi Duitsland voor bezet Nederland? Duitsland viel Nederland aan 10 mei 1940 en Nederland werd bezet voor vijf jaar. Wat waren de Duitsers van plan met ons land? Dat ga jij leren in deze video. Blijf kijken. Het was 15 mei 1940, reisort werd de onvoorwaardelijke capitulatie getekend door generaal Winkelman, de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. Rotterdam was verwoest. 800 burgers waren in dit bombardement omgekomen. Daarnaast waren er 2000 Nederlandse soldaten gevallen in de strijd tegen Duitsland. Een deel daarvan viel op de Grebbeberg, waar een felle strijd had gewoed. De onvoorwaardelijke overgave betrof niet. Zeeland, want daar bevonden zich nog geallieerde troepen die moesten zich eerst terugtrekken. En nadat dat was gebeurd, was Nederland volledig bezet door Nazi-Duitsland. Aanvankelijk was de Duitse bezetting van Nederland licht te noemen. Hitler zag volgens zijn rassentheorieën de Nederlanders als een hoogwaardig volk. Als teken van goede wil liet hij in juli 1940 de Nederlandse soldaten die krijgsgevangen waren gemaakt door de Duitsers vrij. De hoogste autoriteit in bezet Nederland was de Rijkscommissaris Arthur Sessenquart. Deze meneer was van oorsprong een advocaat en kwam uit Oostenrijk. Onder hem werkten zo'n 1500 Duitse ambtenaren en die gaven instructies aan Nederlandse ambtenaren. Daarnaast was de Duitse politie gestationeerd in het land en bevonden zich Duitse militairen aan de kust die een eventuele Engelse aanval konden afslaan en konden helpen met het behouden van de orde in bezet Nederland. Het aanvankelijke beeld van de Duitse bezetter was niet heel negatief. De Duitse soldaten waren aardige jongens. Veel Nederlanders waren teleurgesteld in de koninklijke familie. Die waren gevlucht naar Engeland en hadden het land in de steek gelaten, volgens veel Nederlanders. Daarnaast boekten de Duitsers spectaculaire militaire successen in de maanden nadat Nederland zich had overgegeven. België en Frankrijk werden ook onder de voet gelopen. Arthur Sinquart werd door de Nederlanders spottend zes en een kwart genoemd, wat niet heel veel is. Maar in werkelijkheid was deze man met een IQ van 141 behoorlijk intelligent. En dit lijkt moeilijk samen te gaan: nazisme en intelligentie. Te meer ook omdat Sinquart een gevoelig persoon was, wat al helemaal niet verenigbaar lijkt te zijn met de nazi-ideologie. Chris van der Heijden, die het boek Grijs Verleden schreef, schreef over Cezanne het volgende. Het samengaan van intelligentie en gevoel met nationaal socialisme is alleen te begrijpen vanuit het fenomeen totaliteit. Zoals alle overtuigde naties was Cezanne een totaal mens en daarom in staat tot een bevlogenheid die ieder mededogen uitschakelt. En het individu buiten zichzelf doet treden. Voor Zincqwaard vervulde het Nationaal Socialisme de functie die in andere omstandigheden het geloof vervuld zou hebben. Het hief al het andere op. Het was de weg naar de bestemming. In zijn geval was die bestemming het grootste ideaal van een Derde Rijk. Zincqwaard beloofde dat hij de Nederlanders niet zou dwingen zich tot het Nationaal Socialisme te bekeren. Maar dit was volledige onzin. Hij zette een proces van gelijkschakeling, gleichschaltung, in werking. Waarbij alle elementen van de Nederlandse maatschappij ondergeschikt werden aan het nazi-bewind. Vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting werden afgeschaft. Veel Nederlanders begrepen het niet. Verwachtten de nazi's nu werkelijk, na zo'n verraderlijke inval, dat de Nederlanders zomaar hun hoofd zouden buigen voor het nazisme? Hoe zag Zes-en-Kwart Nederland? Oké, okay, we gaan even terug naar 1648, toen eindigde de. 80 Oorlog. En volgens dezent had in 1648 Nederland zich van het Duitse Rijk afgekeerd en was gevlucht in een idylle van windmolens en klompen. Nederland moest wakker worden gemaakt. Er waren namelijk drie opties: Nederland kon onder invloed raken van de Aziatische steppengeest vanuit het oosten of het Amerikanisme vanuit het westen of het Germaanse. Nationaal socialisme. En daar stond Cesincvart voor. Cesincvart beweerde dat de Nederlanders op gebied van ras verbonden waren aan de Duitsers en dat Nederland een soort federale staat zou moeten worden van Duitsland. Binnen deze structuur was er ruimte voor de Nederlanders om zichzelf te zijn en de Duitse vuur Hitler was verantwoordelijk voor dit proces. In 1943 had Zeinquart deze visie op papier gezet, dat had hij aan Mussert gegeven en later gaf Hitler ook deze visie door aan Mussert. Volgens Hitler was het doel niet om de Nederlanders te Nederlandse. maar dat de Nederlanders en de andere Germaanse rassen ja, in elkaar zouden moeten opgaan. Ja, het is een beetje lastig om te bepalen wat hier nou precies wordt bedoeld. Kijk na 1945 werd fascisme en nazisme beschouwd als een ideologie van schurken. Um, maar destijds ja, was het ook niet helemaal duidelijk wat ze nou precies wilden. En dat is het lastige bij deze extreme ideologieën. Is dat het niet helemaal duidelijk is wat ze nou precies wilden. zien kwart herhaalde vaak dat de Europese cultuur ziek was. En dat Nationaal Socialisme het redmiddel was. kwart zette zich in voor de publicatie van allerlei culturele tijdschriften en hij stimuleerde tentoonstellingen en concerten. Hij gaf ook lezingen. In zoverre is het fascisme en nazisme de stuiptrekking te noemen van een wereld die voorbij ging. Zij het dat deze wereld nooit werkelijk bestaan heeft. Ze was een uitgevonden traditie. Een fenomeen dat weliswaar in een bestaand verleden werd gesitueerd, maar feitelijk bedacht was en geen ander doel had dan een politieke ideologie te legitimeren. Om dit te illustreren, laten we eens gaan kijken naar de SS-politiechef, Reichsführer SS, Heinrich Himmler. Wat was zijn visie? Nou, hij geloofde dat Nederland, België en het noordelijke stukje van Frankrijk op zouden moeten gaan in een provincie die dan Bourgondië zou gaan heten. Wat verwijst naar de Bourgondische Nederlanden. Uit de 14e en 15e eeuw. Nadat de Duitsers Nederland hadden veroverd, kon dit ideaal werkelijkheid worden. Maar makkelijk zou dit niet zijn. Zoals gezegd, veel Nederlanders voelden zich niet aangetrokken tot het nationaal socialisme. Nazi-Duitsland had in de ogen van vele Nederlanders, ook al voor de oorlog, een slechte reputatie. Ja, er was een Nederlandse natiepartij, de NSP, de Nationaal Socialistische Beweging. Die hadden een kort electoraal succes genoten in 1935. Maar werden daarna naar de marges van de maatschappij verdreven. Het sentiment was: Nationaal Socialisme is Duits gedoe. Misschien goed voor hen, maar niet voor ons. Daar kwam nog eens bij dat NSB-leider Anton Mussert weer andere ideeën had. Hij zag dat Nederland een soort nazistaat moest worden in een nazistisch-fascistisch Europa, maar wel met enige onafhankelijkheid van Duitsland. Zijn collega, Meinhout Rost van Tonningen, die geloofde dat Nederland volledig geabsorbeerd moest worden in het derde rijk. Uiteindelijk zijn deze plannen allemaal niet uitgekomen. En dat had voor een groot deel. Te maken met de culturele, politieke traditie van Nederland, genaamd verzuiling. Verzuiling was verbonden aan democratie, waarbij verschillende onverenigbare elementen in de Nederlandse maatschappij naast elkaar konden leven. Het was dus horizontaal georiënteerd. De national-socialisten daarentegen, die waren verticaal georiënteerd, want die streefden naar een dictatuur. En dat betekende dat alle afwijkende elementen in de maatschappij uit de weg moesten worden geruimd. De Duitsers eisten uniformiteit. De Nederlanders probeerden zoveel mogelijk hun pluriformiteit te behouden. Getouwtrek was het gevolg. In de meeste gevallen hakten de Duitsers het gezeur zat. Op een gegeven moment de knoop door en dwongen de Nederlanders tot aanpassing. Vervolgens bogen de Nederlanders zogenaamd het hoofd, maar gingen in feite zoveel mogelijk voort op de weg die ze altijd gegaan waren. Hun mentaliteit was een andere dan die van de Duitsers. En interessant genoeg, in 1944 reflecteerde Sassinquart op zijn bestuur. En hij gaf toe dat het een vergissing was geweest om de Nederlanders te dwingen zich aan te passen tot het Duitse systeem. Het werkte niet en verzet was het gevolg. Dus hadden de Duitsers een eenduidig beeld over wat er moest gebeuren met bezet Nederland? Nee. De Duitse naties verschilden van mening en de Nederlandse naties deden dat ook. En dan waren er drie externe factoren. Het feit dat de meeste Nederlanders niet werden aangetrokken tot de ideologie van het Nationaal Socialisme. Het feit dat de Nederlandse cultuur haak stond op de Duitse cultuur van die tijd. En, wellicht de belangrijkste reden, het feit dat het Derde Rijk ten val kwam. Stel Duitsland had de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Ja, wat zou er dan met Nederland zijn gebeurd? We kunnen alleen maar gissen. Als jij meer wilt weten over het Nederlandse perspectief op de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan heb ik een video voor je. Die vind je hier. En uh, wil jij meer weten over Nederland in de Tweede Wereldoorlog verder? Dan heb ik nog een playlist voor je. Die vind je hier. Er staan heel veel interessante video's. Dus ik wil je echt bedanken voor het kijken. Laat een reactie hieronder achter. Geef deze video een like. Deelen met je vrienden. Uh, en tot de volgende keer.